Ik wacht het wel af. Ik bedoel, ik heb denk ik duidelijk gezegd dat mijn standpunt over wat solidariteit vraagt in een monetaire unie, dat is op zichzelf niet veranderd. De Nederlandse uitdrukking die ik daarbij heb gebruikt is in Zuid-Europa in ieder geval verkeerd gevallen. Mm-hmm. En dat is natuurlijk vervelend, ja. Want mijn uitspraak geldt namelijk voor iedereen. Dat is heel simpel. Wij hebben nu discussies in de eurogroep over ontwerpbegrotingen van landen. En er zijn 6-7 landen die niet voldoen aan de regels van het begrotingspact. En dat zijn echt niet alleen zuidelijke landen. Dus daar zit een groot misverstand. En elk misverstand is altijd jammer. Zolang u demissionair bent, kunt u voorzitter van de eurogroep blijven? Nou kijk, ik heb gewoon gesproken met verschillende ministers de afgelopen dagen na aanleiding van deze opwinding. Sommigen hebben gezegd dat het een ongelukkige uitspraak is en het is goed als je daar iets over zegt. Dus dat heb ik gisteren ook gedaan. Maar daarmee was het voor hun ook klaar. Dus, u kunt blijven zolang u demissionair bent? Dat lijkt me zonder meer zo. Ja. Oké, dank u wel. Alsjeblieft.